Na het verslaan van de kistman kunnen wij verder naar boven. Een archer wacht ons eerst. Pakken we aan. Nog meer zombies. Een vuurzombie. Ja. Met een plank om zijn hoofd. Hier wat geld nemen we mee. Dus daar een grote man en nog een kleine plankman. Slaan wel hard deze mannen, moet ik zeggen. Hij ontploft in mijn gezicht. Oké, okay. Ze ontploffen allemaal in mijn gezicht. Ik sta in brand. Stop, drop and roll. Werkt hier niet als zodanig. Hier een plankman. En een hangman. Allemaal nieuwe vijanden, dat dan weer wel. Die kan ik ook gewoon openen. He, Revenant, Revenant, Revenant. Die beesten heten dus Revenant, zien we. Staat daar weer een grote man. Er staan ook kleine mannen. Slaat hard, die grote man. Hij droeg wel een mindcore. Dus daar kan ik weer extra pillen mee maken met die mindcore. Wat vinden we hier dan? Een meditation spot. Oh, dat is weer een skill point waard. Doen we het voor. Dan zien we een beetje die Ashen Hills. Wat was het? Ashen Pass. En dat levert ons dus weer een skill point op. Kijk, en we waren nu die skill points aan het investeren in defense. Deze. Hier is een kist. Kunnen we die nog openen? Ja. Er zal wel geld in zitten. Ja. Daar is een hangman. Daar is een archer aan de overkant. Ja, dat is dan wel weer irritant. Dodge roll 3 keer mis. Dat schiet niet op. Ik kan daar naar boven, maar ik kan hier ook naar links. Kan ik dan bij die verdwaalde archer komen? Hier is nog een verdwaalde archer. Dat is een gewone zombie. Oh, ik sla die eens mis.
aan me uit de lucht. Hij verdedigt alleen dit kistje. Wat zit daar dan weer in? Waarschijnlijk weer geld. Fine gold thread. Crafting materials. En een mind core, altijd goed. Daar is weer een dikke man. Maar dan kan ik niet zomaar komen hier vandaan. Of wel? Nee, 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 dan moet ik niet via de andere kant. Kan niet zo. In dat geval moeten wij hier gewoon naar boven. Grote beelden. Hier is weer zo'n grote man. Pakken we aan. Zo, ploffen weer in mijn gezicht. Kistje. Mount Linktai Seedlings. Er zijn weer een hoop vijanden daar aan de overkant. Ik zie ook dat er een save point is in de buurt. Au. Zo. Er is weer een gouden gloed. Dat betekent dat er een save point aan zit te komen. Laten we die maar eens even pakken hierboven dan, denk ik. Dat het hierboven is, ja. Die wordt ook weer bewaakt door vijanden. Dus die moeten we dan eerst killen voordat we die save point kunnen pakken. Even een kopstoot geven. We gaan zo toch naar de save point. Dan replenish alles. Ook nog wat kleine vijandjes. Die ontploffen in elkaars gezicht. Heel goed. 7. Nieuwe soak gevonden. Using the gourd extends the duration of duplicates. For the next, a pluck of many. Nou, dat is niet zo heel belangrijk, want die gebruiken we toch maar één keer per battle. Even rusten. Flesje vullen. We hebben nog geen bos gehad, dus we gaan nog niet de video beëindigen. Goed, ik zag hier links al wel een groot open veld. Dus de kans is wel aanwezig dat hier een bos komt. Daar staat al een bos, denk ik. Er staat daar iets heel groots te bewegen. Is dat een bos? Dat lijkt het op. Ja, Father of Stones. Father of Stones, met het apenleger. Father of Stones, hij ligt op de grond. Pak hem aan. Nou, dat was hem al. Father of Stones. Hij dropt ook een Knot of Voidness. En hij dropt een Spirit.
The Father of Stone. Het is een raar beest. Goed, we hebben hem aangepakt. Dan kan ik daar ook nog naar binnen, waar hij uitkwam. Maar laten we eerst even gaan saven. Want we hebben nu dus wel een bos gehad. We gaan even terug naar de save point. En dan hebben we Father of Stones verslagen. Terug naar de save point. Even rusten. Height of Amber. En dan gaan we in de volgende video weer verder. Dus graag tot dan. Joejoe.